Kijk eens, de was hangt buiten. De was hangt buiten. Moet eigenlijk even in het zonnetje staan, of niet? Dan droogt het wat sneller. Oh, het is al droog, maar het hangt gewoon nog even dat het lekker fris gaat ruiken. Net op gaan ruimen. Oh. Ja. Ja, je kijkt me zo aan van, nou, je kan me wel even helpen, maar daar kwam ik eigenlijk niet voor. Nee, we kijken een beetje in de zon in. Dus, Zullen we even ergens anders gaan zitten dan? Of even binnen of zo? Ja, maar we kunnen daar ook wel even zitten. Wat jij wil. Het is jouw hutje. Hutje. Nou, dankjewel joh. Hey, bij wie zit ik? Bij Natasja. Natasja, waar kom je vandaan? Nou, op Leeuwarden. Niet heel oorspronkelijk, maar wel heel lang in Leeuwarden gewoond. Ja. Hoe lang sta je hier al? Dit is mijn 8e jaar. Eerst een aantal jaren op het eiland gestaan met de toolcaravan en een voortent. En toen in september 2008 hebben we deze hut gekocht. Ja. En als je nou niet op de camping bent, hè, wat doe je dan? Heb je werk of zo? Of, Ja, ik werk in Leeuwarden. Wat voor werk doe je? Oh, mag ik reclame maken? Ik ben bemiddelingsmedewerker op het gasthouderbureau van SKL Kinderopvang. Zo, dat is een hele mond vol mensen. Ik snap er al niks meer van. Ik kan er geen hout aan vastknopen. Wat is dat precies? Ik probeer ouders die opvang zoeken voor hun kind en het graag bij een gasthouder willen, dat probeer ik bij elkaar te matchen. En hoe kom je dan aan van die gastouders? We hebben natuurlijk een aantal in ons bestand en proberen te werven. En soms gaat het via. Of... En dan breng jij ze in contact met mensen die hun kind bij zo'n gastoudergezin onder willen brengen? We gaan eerst op intake bij de ouders. En dan worden uitvoerig hun wensen besproken die ze hebben ten aanzien van een gastoudergezin. En daar probeer ik een zo goed mogelijk passende gastouder bij te zoeken. Ja. Nou, dat is heel interessant, joh. Maar, en wat is er nou zo interessant aan een camping? Het knussen, het gemoedelijke, het vrije leventje. Heerlijk, ja. Je wil niet meer anders. Nou, ik snap er echt helemaal, ik heb er helemaal niks mee. Nee. Ik denk, zet mij maar in een duur 5-sterren hotel all inclusive. Nee, dat zegt mij helemaal niks. Nee. Ik heb hier mijn vrijheid, ik kan mijn gang gaan, ik ken iedereen. En het is niet dat we de deur bij elkaar plat lopen, maar regelmatig contact en even gezellig bij elkaar zitten. Een heel klein minpuntje moet noemen, is dat er heel snel geklept wordt. Ja. Dan is van, jij hebt dat of dat gezegd, dan is dat helemaal niet zo. En dan krijg je heel snel misverstanden onder elkaar. Maar waarom doe je dat dan? Wat dat? Waarom klets je dan? Waarom roddel je dan? Ja, geen idee. Ik probeer daar niet aan mee te doen, maar ja. Oh, jij doet het niet! Nou, dat zeg ik. Ik zeg, probeer er niet aan mee te doen. Ik zal ook wel eens wat zeggen, maar ik probeer daar niet aan mee te doen. Ja. Nou, ik wens je nog een fantastische zomer met zo weinig mogelijk roddels, maar heel veel gezelligheid. Ja.